Ja, stripvrienden, donderdag 24 september 2015 was een zwarte dag in de geschiedenis van de stripwereld. Want toen kwam het bericht dat Peter van der Heijden, de uitgever van Strip 2000, overleden is. En ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik denk dat het ontzettend verdrietig is, dat het vreselijk is voor zijn vrouw natuurlijk. Hè? En vooral, hij was net vader geworden. Dat is natuurlijk heel erg, maar ook voor de naaste medewerkers van Strip 2000. Alle tekenaars en schrijvers die daar bij betrokken waren. Iedereen die daar bij Strip 2000 zat, voor hen is het heel erg. Maar eigenlijk ook voor alle stripliefhebbers is het gewoon heel erg. Want Peter van der Heijden was iemand die enorm veel passie had voor strips. Ik kende hem nog niet zo lang, eigenlijk maar... Ja, een ruim half jaar. Bedacht me eigenlijk hoe kort dat eigenlijk nog maar was. Ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik hem zag, de eerste keer dat ik hem ontmoette, dat was begin dit jaar, ergens in maart, toen het tweede deel van Dating for Geeks sequel werd uitgebracht. Toen mocht ik voor het eerst op zo'n presentatieavond komen op uitnodiging van Kenny Rubinis. En ja, dan maakte ik kennis met sowieso het fenomeen Strip 2000. Want dat was mij op zich nog niet duidelijk wat dat nou was. Ik wist dat dat de uitgever was van Dating for Geeks. Dat had ik natuurlijk in het boek gezien. Maar op die avond kreeg ik een bepaald beeld ervan. En ik had zoiets van, oké, dit is heel erg leuk. Het was een ontzettend gezellige avond met natuurlijk allemaal stripliefhebbers. En daar kreeg ik ook al meteen een blik in... Ja, het assortiment van Strip 2000. En ik moet zeggen, dat was voor mij echt zoiets van... Wauw, hè? Net alsof je een kind in een snoepwinkel bent. Zo voelde dat ongeveer aan. En een van de memorabele dingen die ik van Peter kan herinneren... dat gebeurde op die avond. Dat was namelijk... Ik was natuurlijk aan het rondkijken voor stripboeken... en ik had een aantal stripboeken al gekocht. En op een gegeven moment stond ik te kijken bij het album van Gung Ho. En ik sprak daar even over met Peter en... Hij zei op een gegeven moment tegen me van... Hij vond dat zo'n geweldig album. Hij zegt, daar durf ik een niet goed geld terug garantie op te geven. Met andere woorden, als je het album koopt en je vindt het toch niet leuk... krijg jij je geld terug. En toen dacht ik, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Want een stripboek is zo smaakafhankelijk. Hè, om daar zo'n garantie van te geven... ja, dan moet je er toch wel heel erg van overtuigd zijn dat het een heel goed stripboek is. En dat toont ook even aan de houding van Peter van der Heijden. Hij stond... achter zijn, ja, het klinkt even heel zakelijk, producten. Hij stond achter de albums die hij uitgaf in, onder de naam Strip 2000. Maar niet alleen daar, ook natuurlijk onder de naam Gorilla, want daar kwam het album van Gung Ho onder. Nou, ik heb hem niet op dat moment gekocht, later, op Dutch Comic Con. Toen heb ik het album gekocht en ik ben hem gaan lezen. En nou ja, ik kon alleen maar zeggen, hij had gewoon volledig gelijk. Het was een fantastisch album en ja... zeker een van mijn favorieten geworden. Nou ja, in de loop der tijd, eigenlijk sindsdien, heb ik de gelegenheid gehad, het voorrecht gehad, om bij elke presentatieavond aanwezig te zijn. En daarmee heb ik natuurlijk Strip 2000 beter leren kennen, heb ik de mensen bij Strip 2000 beter leren kennen, en heb ik steeds meer strips leren kennen. Want inmiddels heb ik gewoon een hele groeiende collectie Strip 2000 albums. En die collectie groeit harder dan de andere albums van andere uitgeverijen die ik koop. Juist omdat ik Strip 2000 heeft zoveel strips. Ze hebben iets van 200 titels. Nou ja, ik heb er lang nog geen 200 gelezen. Dus er valt zoveel te ontdekken. En het zijn gewoon ontzettende leuke strips. Ze zijn ook de vormgeving, hè, vind ik ook fantastisch. Daarin. Dus vandaar dat ik in dat half jaar tijd ben ik uitgegroeid tot een Strip 2000 fan. Daarnaast heeft Peter toch wel een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. In de zin dat uiteindelijk hij wel een belangrijke inspirator is geworden voor mij om door te gaan met het bespreken van Nederlandstalige strips. Want toen ik in maart op die avond kwam... Toen was ik er eigenlijk al wel mee begonnen, maar ik wist nog niet goed welke richting ik op wilde. En mede door de gesprekken met Peter, door de strips die ik daar vond, door zijn enthousiasme ook, had ik zoiets van, oké, dit vind ik leuk, deze strips wil ik meer gaan bespreken. En vandaar dat ik uiteindelijk de stap heb gezet om echt me volledig te richten op de Nederlandstalige strips. En ja, dat is toch echt
voor een heel groot deel aan hem te danken dat ik dat gedaan heb. Dat ik uiteindelijk, hij was ook de eerste die van mij hoorde dat ik onder de naam stripvlogger ging werken. Omdat ik gewoon vond, hè, toen had ik mijn richting bepaald. Toen had ik bepaald, oké, de Nederlandstalige strip, daar zijn zoveel mooie dingen in te vinden. Daar wil ik mijn video's over gaan maken. Want dat vind ik leuk om die met andere mensen te delen. En daarom heeft hij daar zo'n belangrijke rol in gespeeld. En daar ben ik hem echt heel erg dankbaar voor. Een ander moment in wat ik mee heb gemaakt met Peter, dat is voor mij ook heel belangrijk geweest. En dat heeft mij eigenlijk nog meer enthousiast gemaakt om mij in te zetten in de stripwereld. Dat was het moment dat hij aan mij voorstelde van, goh, wat zou je ervan denken om een interview te doen in character? Dus hij als het personage uit zijn fotostrip De Uitgeverij. En ik had zoiets van, ja, dat lijkt me geweldig, dat is leuk. Ik heb heel wat interviews in mijn leven gedaan met artiesten. Dat waren altijd serieuze interviews. En dit zou nou eigenlijk een keer een soort satirisch interview gaan worden. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik vond het idee ontzettend leuk. Dus we hebben een afspraak gemaakt. Ik zou naar Step 2000 kantoor komen. Voordat we eigenlijk aan het interview begonnen, hebben we eerst even gezellig koffie gedronken. We hebben gezellig zitten praten. En hij heeft toen ontzettend veel verteld over, ja, waar Strip 2000 allemaal mee bezig was, wat voor ideeën hij had, wat voor plannen hij had. En ik had echt zoiets van, wauw, dit is gewoon fantastisch. Dit vind ik zo gaaf. En ik heb ook gezegd tegen hem, daar waar ik, ja, mee kan helpen, wil ik graag meehelpen. Want ik vind zo'n initiatief, zo'n passie voor strips, dat ging bij mij ook borrelen. En daarmee werd ik ook enthousiast. En ik heb zoiets van, ik wil graag mij inzetten voor de Nederlandse strips. En ik doe dat al nu door mijn vlogs. Maar ik wil dat eigenlijk het liefst nog veel meer doen. Want ik vind het een prachtig fenomeen. En ik denk dat er nog veel te weinig mensen strips lezen. En ik denk dat er veel meer mensen nog kunnen genieten van de strips. Hè? Dan, ze moeten even afstappen van het idee strips zijn voor kinderen. Nee, strips zijn ook voor volwassenen. Die kunnen daar ook heerlijk van genieten. Dat was ook het idee wat Peter had. En ja, dat enthousiasme, dat was aanstekelijk. Dat vond ik gewoon prachtig. En dat zie je ook overal waar ik hem tegenkwam, straalde hij gewoon iets uit. En toen dacht ik altijd van, dat is aanstekelijk wat hij uitstraalt. Dat vind ik ook prettig. Ik ben elke beurs waar ik, sinds ik helemaal in de strip zit geweest ben, altijd bij Strip 2000 geweest. Gewoon ook vanwege de sfeer. Het was daar altijd gezellig. Het was daar ook altijd, Peter was ook altijd druk bezig. Hij had van alles te doen. Maar ondanks dat hij druk bezig was, had hij toch altijd even tijd om even een praatje te maken. Nou, dat was gewoon ontzettend leuk. Ja, de laatste keer dat ik hem gezien heb, dat was het Brabant Stripspectakel. En ik weet nog goed dat de tweede dag van het stripspectakel is ook mijn vrouw en mijn jongste zoon mee geweest. En mijn vrouw, we liepen langs de Strip 2000 stand. Nou, die ziet er natuurlijk altijd prachtig uit. En we wilden eerst nog even ergens anders doen. Toen had ze laatst gezegd, nee, ik wil nog even terug om even daar eens gewoon lekker te gaan kijken. Ze heeft ook Peter ontmoet en ze zei later ook van, nou, een hele vriendelijke, enthousiaste man. Dat beeld had ze van hem en dat beeld heb ik ook van hem. En dat beeld wil ik zeker ook vast gaan houden. Het rare is, zo kan het leven gewoon in één keer veranderen. Hè? Een paar weken geleden heb ik hem nog gezien. Een paar weken geleden heb ik hem notabene nog, hè, hem en zijn vrouw een kaartje vanwege de geboorte van hun zoon Mats gestuurd. En ineens krijg je dan zo'n bericht. En ja, dan is het net alsof de wereld gewoon even stilstaat. Dat is gewoon niet te bevatten. Het is nog steeds niet te bevatten. Pas geleden heb ik samen met mijn vrouw en mijn jongste zoon dat interview nog weer eens zitten kijken. En dan heb ik echt het idee van, goh jongens, binnenkort op een presentatieavond, dan zie ik hem gewoon weer. Maar ja, als dan de video klaar is, dan komt het besef van, nee, je ziet hem gewoon niet meer. En dat vind ik best wel heftig eigenlijk, hoor. Dus ja, moet je nagaan. Hè? Ik ken hem maar een half jaar en ik ben er al heel emotioneel van. En moet je voorstellen hoe erg het moet zijn voor de mensen die nog dichter bij hem staan, die hem nog beter kennen, die misschien hun leven lang, hè, met hem hebben samengewerkt of vrienden zijn geweest. Het is gewoon echt vreselijk. En ik vind het echt heftig. En het heeft ook heel lang, ik heb ook echt mijn vlogwerk helemaal stilgelegd. Ik was net van plan om de dag dat ik het hoorde, was ik van plan om die avond een vlog te maken over Café Koala. En toen dacht ik, nee, dat gaat niet. Café Koala is een
ongelooflijke, prachtige, geweldige humorstrip. En dat, nee, dat kan ik gewoon niet doen. Ik heb op dat moment ook gezegd van goed, ik ga even helemaal stoppen met vloggen. Ik ga even niks doen, want het gaat gewoon niet. Ook uit respect voor Peter en voor de familie en voor Strip 2000. Aan de andere kant denk ik van ja, het leven gaat natuurlijk wel door. Ik kan natuurlijk wel nu gaan zeggen van ja jongens, ik stop met vloggen, want... Maar ja, Peter kennende weet ik zeker dat hij zou willen dat ik door zou gaan en dat iedereen door zou gaan met het genieten van strips. Want dat was zeker de passie die ik in hem gezien heb en waar hij mij enthousiasme over heeft gemaakt. Dus ik ga zeker weer het vloggen opnemen. Ik ga zeker weer stripboeken bespreken. Café Koala gaat nog heel even wachten, want dat vind ik gewoon dat voelt nog even niet goed. Maar ik heb een album wat ik mede ook door Peter heb leren waarderen. En waarvan ik denk dat album, denk ik dat heel goed symboliseert de kracht en de waardes waar Strip 2000 voor stond. En die ga ik als eerste brengen binnenkort. En verder is het gewoon een kwestie van tijd, alles een plaatsje geven. En ik wil zeker de naaste familie, Caroline en Mats, maar ook alle medewerkers van Strip 2000 heel veel sterkte wensen met dit verlies en om het een plaatsje te geven. Ik snap echt dat het ontzettend heftig is wat er allemaal gebeurd is. Dus ja, ik wens jullie allemaal veel sterkte. En wat de toekomst gaat brengen zien we wel. Ik ga in ieder geval wel voorzichtig weer vloggen over strips. Om misschien ook als deel van het verwerkingsproces en zeker om ook Peter te blijven herinneren en ook eren voor zijn harde werk door ook de nodige albums van Strip 2000 die ik nog heb, om die ook in mijn vlogs te gaan bespreken, zodat dat levend blijft en mensen daarvan kunnen blijven genieten en altijd een prettige gedachte terug hebben aan het harde werk van Peter. Dus ja, dat wilde ik gewoon even kwijt in een persoonlijk vlog. Ook natuurlijk ook voor mij een stukje verwerken, maar daarmee wil ik ook even mijn gevoelens uiten over deze kwestie. Ik bedoel, op het moment dat het bekend werd gemaakt, had ik zelf het idee dat Facebook een beetje ontplofte. Met name heel veel tekenaars die uiten hun verdriet in het maken van een tekeningetje. Nou ja, ik kan niet tekenen. Ja, hoe uit ik het? Ik vind het toch ook... Ja, ik wil dat toch ook graag uiten naar mijn fans, dat zij ook weten hoe ik daarin sta. Ja, dan doe ik dat op de manier zoals ik het kan met een video. Nou, dat was deze video. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Wanneer het volgende vlog komt, dat durf ik nog even niet te zeggen. Ik hoop aankomende donderdag dat ik dan weer een stripvlog voor jullie heb. Over een heel bijzonder, misschien wel een van de meest bijzondere stripalbums die ik in het afgelopen jaar gelezen heb. Dus hou het kanaal zeker in de gaten. Kijk ook mijn voorgaande vlogs. En wil je nog eens weten van goh, hoe was Peter nou? Het is natuurlijk niet hoe hij echt is. Het is een rol die hij speelt. Maar kijk dat interview nog eens. Dan zie je Peter nog een keer. En dan kun je in ieder geval nog een keer om hem lachen. Want het was een ontzettend grappig interview. Wat hij ook ontzettend goed gedaan heeft. Volledig geïmproviseerd. We hebben niks van tevoren afgesproken erover. Dus hij heeft het fantastisch gedaan. En verder weet ik even niks te zeggen. Dus hou ik het hierbij jongens. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.